Buenos dias, daar ben ik weer. En nu over Juan Sánchez Cotán. Een iets vroegere schilder dan onze Egidio Meléndez. Hij is geboren in 1560. Maar zeker te vergelijken en een typisch voorbeeld van de Spaanse schilderkunst. We hebben het al gehad met Meléndez over de enorme sterke belichting. Hè? Officieel nogmaals heette dat het tenebrisme. Daar was hij een onderdeel van, waarbij opvallend, en dat zie je ook bij Meléndez heel sterk, de vormen haarscherp zijn neergezet en in het geval van Cotán zelfs opgehangen tegen een type absorberende zwarte achtergrond. Bij Cotán is er vaak een soort nisje waar de groentes en het fruit is opgesteld. En dat geeft het ook een beetje, het geeft een sterk tromplui-achtig gegeven. Hè? Alsof je het kunt grijpen met van die slagschaduwen. Nou, heel bekend is zijn hangende groente en fruit. Dat is heel typisch. Hij is eigenlijk, wat ik mij kan herinneren, de enige die stillevens op die manier maakte. Dat was een gebruikelijke manier in de 17e eeuw, laatst 16e eeuw natuurlijk, om het fruit op te hangen aan touwtjes, zodat het niet zou gaan rotten als het op de vloer of op de tafel lag. Dus dat was de reden. En hij zag daar dus potentieel kunst in. Als je zijn stillevens goed bekijkt, dan heeft dat ook bijna een mathematische opbouw in de compositie. En vooral de kracht weer van het sterke zonlicht met sterke schaduwen. Hij is natuurlijk de man van de lijn. Dat is Meléndez was dat, is dat ook. De man van de lijn en de vorm. Maar de kleur is hierbij ook heel belangrijk. Het steekt namelijk, en dat is ook het gebruik van een zwarte achtergrond. De kleur steekt daar tegen af. En wordt daardoor krijgt het een stralende werking. En zeker ook het plastische aspect van het licht schaduw speelt daar een enorme rol mee. Je ziet dus heel vaak in deze periode dat men dus hele donkere achtergronden gebruikte om dus de kleur te laten schijnen, zo zou je dat kunnen zeggen. Het werk van Cotán is, ja, minder toegankelijk dan dat van Meléndez. Het heeft iets onverbiddelijks. Zijn groenten en fruit is als vorm perfect. Maar het is niet om in te bijten. Het is niet zoals bij Meléndez een zekere voluptueuze textuur, waar ik het over heb gehad, van open barstende vijgen. En stukken meloen. Bij hem is alles een beetje koud. Nou was het ook eigenlijk in de beginnen een schilder van religieuze onderwerpen. En daar was hij ook bekend mee. Hij kreeg veel opdrachten er ook in. En zijn stillevens is eigenlijk iets wat hij erbij deed. Helaas in het Prado is er niet zoveel te zien. Er is één zo'n soort stilleven te vinden. Dus daar moet je maar even naar op zoek. De rest is verspreid. Er zijn eigenlijk maar 9 stillevens bekend van hem. En die zijn in Amerika, 2 zijn er in Amerika en dergelijke. Dus ja, het is wat minder in het Prado. Maar het is toch de moeite waard om er even naar te zoeken. Ja. Ik had het al met Meléndez over de hardheid, de scherpte van deze bodegon, zoals ze worden genoemd. Dat zijn dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, keukenstukken, keukenonderwerpen. Dat is eigenlijk ook een beetje het begin van stilleven geweest. Dat waren, dat zie je ook in Vlaanderen en je ziet het ook in Nederland, de Nederlandse stillevens, dat het vaak
keukenonderwerpen zijn die ze namens groente, fruit en wat daarbij hoort. Dat was dus een onderwerp die in die tijd dus veel werd gebezigd. Die hardheid, dat is een typisch Spaans gegeven, die scherpte. En ik denk dat het ook iets te maken heeft met de Spaanse samenleving. De toch wel strenge Rooms-Katholieke kerk. Natuurlijk Spanje en de Inquisitie. Ik denk dat het een nogal gesloten samenleving was, waarbij deze kunst ook eigenlijk een soort van expressie is, een uiting daarvan. En ja, we kennen natuurlijk allemaal die prachtige Vluis de Bruges, zal ik maar even zeggen, van Velázquez. Maar het vroege werk van Velázquez moet je ook eens gaan bekijken, zoals de waterdrager en de oude vrouw die een spiegelei bakt. Dat zijn ook een beetje scherpe, wat houterige schilderijen. En je ziet bij Velázquez, zie je langzamerhand een ontwikkeling dat hij zich ontworstelt uit die strenge Spaanse vormgeving. En uiteindelijk de Velázquez wordt waar we allemaal van houden, waarbij hij een vloeiende streek heeft en alles laat versmelten in elkaar. En een enorm illusionisme uitdraagt. Dat is bij een schilder als Cotan niet het geval. Cotan blijft die wat ijzige, is misschien niet zo'n goed woord voor een Spaanse schilder, maar toch wel een beetje een kille vorm. Heel mathematisch, prachtig van compositie. Ik zal jullie een paar dingen erbij geven om te laten zien. Dat is heel typisch voor hem. Maar goed, na een toch wel lange periode als schilder heeft hij uiteindelijk toch het palet aan de wilgen gehangen en is het Kartuizer klooster ingegaan. Wat hij daar precies heeft gedaan is niet helemaal bekend. Of hij daar geschilderd heeft, zal ongetwijfeld wel religieuze onderwerpen zijn geweest. Maar hij heeft eigenlijk, in die broederschap is hij gedoken. En dat is eigenlijk waar wat we van hem weten als laatste levensfase, zou je kunnen zeggen. Goed, dat was over Cotan. En ik kom nog terug over Zurbarán. En dat komt later. Nou, veel plezier weer en tot de volgende keer.